Nog één dag wachten en dan weten we het. Wie wordt de Europese kampioen? Nederland of toch Denemarken? Welkom bij dag 22 van EK Daily. Oranje bovenaan. Buurvrouw? Ja, de andere. Ik kom hier maar uit, of niet? Altijd gezellig in Den Haag. De ene laatste EK Daily. We praten hier vanavond ook natuurlijk weer helemaal bij over het EK vrouwenvoetbal in Nederland. En vandaag doe ik dat met drie nieuwe gasten. In ieder geval één nieuwe. Iris Koppen, welkom. Hallo. Pak je microfoon. Ja. Zou ik zeggen. Welkom. En twee oude bekenden, Jean-Paul Rison en Marjolein van der Veld. Yes. Welkom. Dankjewel. Jean-Paul, mag ik je allereerst complimenteren met je kledingkeuze? Vind je hem leuk, ja? Ja, ik dacht op de dag van de Pride hier in Amsterdam. Oh, er zit wel een gedachte achter. Nou ja, mooi roze is niet lelijk natuurlijk. Dus ik denk, ik trek die trui een keer aan. Jullie niet aan gedacht? Nou ja, ik heb een soort oranje aan. Oké. Okay. Maar de echte outfit bewaar ik voor morgen. Want jij, als jij oranje kijkt, dan doe je dat echt in... Ja, ik heb een pruik. Die doe ik sowieso altijd op. Een zonnebril. Die zet ik ook op. En een shirt. Dit vraagt om een fotootje. Ja. Ja, dan moet je morgen, morgen een foto sturen. Ja, nee, echt serieus. Ja, nee, echt. Ja. Goed. Ja. Marjolein, jij zit morgen in het stadion. Dan ook zo? Ja, ik ben behoorlijk bijgelovig. Dus vanaf de eerste wedstrijd van Oranje heb ik iedere keer tot op mijn ondergoed aan toe dezelfde outfit aan gehad. Dus ja, is meteen geïnteresseerd, hè? Nee, dus dat gaat morgen gewoon weer gebeuren. Oké, maar hoe is het met de spanning? Want ik wilde zeggen nog 24 uur, maar het is morgen natuurlijk al om 5 uur. Ja. Dus korter. Ja, ik ben echt wel heel zenuwachtig. Ja? Ja, ik vind het echt heel spannend. En hoe uitzicht dat dan bij jou, de zenuwen? Ja, ik zit gewoon. Ik heb al een aantal keer erover gedroomd de afgelopen dagen. Ja, nee, echt. En ook dat de opstelling bijvoorbeeld helemaal veranderd was of zo. Ik kwam daar steeds in terug, in die opstelling. Jezelf, of niet? Nee, ik zelf niet. Maar dat er gewoon hele rare wissels werden gedaan. Dat iedereen dacht van, hè, hoe kan dit? Ja. Dus dat zijn toch een soort nachtmerries, denk ik. Hoe is dat bij jou? Sari in de spits of zo. Ja, precies, ja. Ik was heel erg nerveus voor de halve finale. Ik was echt gewoon oprecht misselijk. Maar ik heb nu wel een soort van kalmte of zo het over me heen komt. Gewoon vertrouwen. Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, van tevoren. Kijk, we hebben natuurlijk de gekte gezien in Utrecht eerst. En dan is het altijd maar de vraag van, hoe gaan die meiden daarmee om? Want ze zijn het op zich ook niet gewend. En ik vind ze zo goed en tof met al die oranje gekte omgaan. En je kan ook niet zeggen dat ze ervan afgesloten zitten. Want ja, je ziet het alleen al aan de media-aandacht in Zeist elke dag. Hè? En als je dan ziet hoe cool en relaxed. En ze hebben er vooral heel veel zin in. En ze vinden het vooral heel leuk. Waardoor ik me daar echt totaal geen zorgen om maak. Ja, want over die media-aandacht gesproken. Ja, vandaag stond een interessant artikel in het NRC. Journalist Fabian van der Pol ging eigenlijk kijken. Ja, hoe het is met die oude bondscoach Arjen van der Laan. Die begon aan dit traject, werd ontslagen. En eerder vandaag spraken we met hem. En ik vroeg aan hem. Ja, hoe kwam je eigenlijk op dit idee? Ik begreep een beetje dat hij niet meer zo zich niet heel lekker voelde bij alle publiciteit over het team. Dat hij een beetje negatief werd uitgelicht. En ik dacht, ja, weet je, ik bel hem. Dat is het minste wat ik kan doen. En toen merkte ik dat hij best wel. Hij ergert zich gewoon eigenlijk aan de berichtgeving. Vooral hij heeft elke keer het idee dat als Sarina wordt opgehemeld, dat hij eigenlijk wordt bekritiseerd. Hè? Want dat hij eigenlijk niks van kon. Zo voelt hij het. En dat was een heftig gesprek. Ja, want jij luistert dan naar zijn antwoorden en alles. En vind je dat hij een punt heeft? Ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Ik heb het gevoel dat hij en de speelsters niet op één lijn hebben gezeten. Ik bedoel, ik denk wel dat hij de smaak te pakken had. Of tenminste het team. Dat de progressie er zeker was. Alleen ja, dat er de basis niet goed zat tussen hen, weet je wel. Ja, je hoort vanuit de speelsters dat ze toch allemaal wel blij waren dat Sarina de coach werd. En de antwoorden van Hans van Breukelen waren helemaal duidelijk. Ik bedoel, die stond helemaal niet achter hem. Nee, want op een gegeven moment, Van Breukelen wordt dan aangesteld als technisch directeur. En die vraagt zich af, nou bijna in hoe in vredesnaam Arjen van der Laan bondscoach van Oranjevrouw is geworden. Ja, en het was wel grappig. Ik belde Van Breukelen op en hij zei, hij begon eigenlijk te zuchten van, moet ik hier nou nog veel woorden aan vuil maken? En hij zegt, ja, kijk maar de persberichten na en daar moet je het maar mee doen.
En toen ging even later mijn telefoon en toen belde hij weer. Toen zei Hans, ja, het zat me toch niet helemaal lekker. Ik dacht, laat ik toch even, nog even wat toevoegen. Nou, toen vertelde hij van eigenlijk dat hij niet heel veel vertrouwen in Van der Laan heeft gehad, maar dat hij het probeerde te redden door Foppen aan te stellen. En door hulp te bieden vanuit het psychologisch bureau van Rini Soutjesdijk. Ja. En wat daarmee precies is gedaan, dat weet ik niet. Kijk, ik weet wel dat Fop wel enthousiast was over Van der Laan. En dat alleen Van Breukelen niet. Die heeft na 4 maanden toch echt gehad van dit heeft geen effect en we stoppen. Denk je dat hij zo zuur is, Arjen van der Laan, dat hij echt niet kijkt? Ja, ik denk wel dat hij niet kijkt, nee. Ik geloof dat wel, ja. Ik snap het ook wel. Ja, is dat zo? Ja, als je ergens zo persoonlijk betrokken bij bent en dat eindigt op zo'n vervelende manier voor hem in ieder geval, ja, dan snap ik wel dat je daar niet met heel veel plezier naar kan kijken. Aan de andere kant, het is wel de voetballerij. Je weet op het moment dat je ergens aan een klus begint, dat het een keer gaat eindigen. Ja, maar aan de andere kant, je hoort vaak bij clubs waar trainers weggaan van, nou, ik gun ze echt nog het allerbeste. En dan zijn ze er gewoon door spelers tussenuit genaaid of wat dan ook, weet je wel. Dat vind ik een stuk minder geloofwaardig dan hij die gewoon eerlijk zegt, ik kan er geen plezier aan beleven. Als je de tweets leest van Fabian, de schrijver van het artikel, hij gunt die meiden dus al het succes. Ja. Maar ja, Sarina Wiegman niet. Het meest opmerkelijk van het hele artikel vind ik dat er een evaluatie is. En dat hij denkt, oh, we gaan eigenlijk best lekker, we zijn op weg. Hè? En dat Sarina Wiegman zegt, nou ja, we boeken gewoon te weinig progressie. Is dat gewoon een mes in iemands rug steken, Marjolein? Ja. Als je op zich niet per se in iemands rug, toch? Want hij was er gewoon bij. Ja. Ja, maar in zekere, ja, in iemands rug vind ik, achter iemands als rug niet, om, ja. Maar volgens maar mij was het gewoon met openvisie, toch? Ja, maar is de communicatie niet helemaal lekker natuurlijk. Nee, zeker niet. En dan kan het misschien wel voelen als mensen hier rug. En hij is vlak voor kerst ontslagen. Dus Eén dag voor kerst? Eén dag voor, ja. Dat is wel naar. Kijk, maar daar heeft Sarina dan weer niks mee te doen, hè? Nee, dat is waar. Hoop ik. Ja, hij lag natuurlijk ook niet goed in de spelersgroep. En hij was niet geliefd bij die vrouwen. Ik bedoel, het is een beetje apart dat hij dat zelf waarschijnlijk helemaal niet door heeft gehad dan of zo. Dus dan heeft hij ook een beetje een bord voor zijn kop gehad, denk ik. Ja, want dat is eigenlijk de discussie die we een paar keer gevoerd hebben. Wat Vera Pauw ook heeft aangegeven. Arjen van der Laan is dan zo'n passant die in het vrouwenvoetbal stapt. En dat toch echt een hele andere discipline is dan het trainen van een mannenhelft. Ja, je ziet het bij de Fransen ook. Hè, waar eigenlijk een man is voor de groep is neergezet die tot 2 jaar terug in vrouwenwedstrijd had gezien. En de resultaten zijn duidelijk daar ook. En daar is bijvoorbeeld in Frankrijk heel veel kritiek op. Ja. En ik denk terecht. Want het vrouwenvoetbal is anders dan mannenvoetbal. En dan moet je toch wel even goed in verdiept hebben. Wil je daar zomaar instappen, vind ik. Ik vind dat ook, daar zou ik zelf altijd voor waken, denk ik. Als je zo'n klus aangeboden krijgt, van ja, ben ik hier wel de meest geschikte man voor. Anderzijds vind ik het ook niet sterk dat de KNVB nu aangeeft van in topsport, soms om meer een topsportklimaat te creëren. Dan denk ik van Arjen van der Laan heeft ook jarenlang in de top gewoon gewerkt in het voetbal. Dan denk ik van, het kan zijn dat Sarina Wiegman veel beter bij deze ploeg past. En dat blijkt wel, want de resultaten zijn ernaar. Alle credits daarvoor. Maar ik geloof dan niet dat het ligt aan dat hij niet genoeg topsport. FC Lisse? Nee, maar ik bedoel meer als speler. Hij weet wat er gevraagd wordt om op hoogte te Sarina heeft natuurlijk heel veel interlands gespeeld. Terecht, ja, zeker. Dat is waar we het net over hadden. Misschien een andere discipline dan. Maar denken jullie dat het een soort van voorbedachte rade is geweest? Dat ze hem als opvulling hebben gebruikt totdat Sarina de papieren misschien had? Nou, nee, want ik denk dat ze oprecht. Want Hans van Breukelen heeft die keuze niet gemaakt. Die kwam bij de KNVB en dacht echt, ja, wie heeft deze man aangesteld? En is toen gaan kijken en is toen met mensen gaan praten. En opmerkelijke rol ook voor Foppe de Haan in dit hele verhaal. Want volgens Arjen van der Laan is die heel positief geweest. Maar ik neem aan dat als Foppe echt, ze hebben Foppe erbij gehaald als kenner van het spelen van toernooi in eigen land, het winnen van toernooi in eigen land. Als die had gezegd, nee, Arjen doet het wel goed, ja, dan hadden ze hem er toch nooit uitgegooid. Ja, ook dat is weer iets waarvan je kan vinden, Foppe de Haan heeft heel veel ervaring, maar toch ook hele andere ervaringen. Ja. Dus ja, je kan ook niet aan de ene kant zeggen van dan is het goed en aan de andere kant niet, denk ik. Ja, maar ik was wel heel sceptisch over zijn rol van Foppe de Haan. Maar ik denk dat deze rol, wat hij nu doet, perfect is. Hij hangt er een beetje rond het team rond. Geeft, praat af en toe wat met de vrouwen. Maar zit er niet constant op. Daarvoor is ik denk dat man, hij bij uitstek die meiden heel veel heeft kunnen leren over inderdaad wat er. Want deze oranje gekte, die kennen we ook van de toernooien in eigen land in het verleden. Daar kan hij natuurlijk die meiden heel veel over leren. Arjen van der Laan dan misschien niet geschikt voor het vrouwenvoetbal. Maar bijvoorbeeld, we hebben hem hier op de bank gehad, Benno Nyon. Wordt nu hoofdcoach bij vrouwen, loopt al jarenlang als assistent rond bij Ajax. Maar ook de assistent bij de oranje vrouwen, Arjen Veuring. Ja, dat is wel iemand die zijn sporen heeft verdiend in het vrouwenvoetbal, Marjolein. Ja, succescoach. Met Twente natuurlijk onwijs veel gewonnen. Ja.
Ja. Wordt het dan eerder geaccepteerd, denk je ook, als iemand al een paar jaar een vrouwenteam heeft gecoacht? Ik denk het wel. Als je dat ook al, maar ja, vooral met zijn staat van dienst, je hebt zoveel laten zien. Daar kun je eigenlijk ook niet omheen. Ja. Het is denk ik ook niet dat. Kijk, dat wordt natuurlijk nu heel gauw gezegd, omdat natuurlijk Arjen van der Laan is een man, Serena Wiegman is een vrouw. Dan wordt er nu gauw een beetje gedaan van alsof mannen geen goede coach kunnen zijn in het vrouwenvoetbal. Dat is onzin. Er zijn 1000 voorbeelden van goede mannencoaches in het vrouwenvoetbal. Alleen, dat waren dan wel vaak mannen die al jarenlang ervaring hadden binnen het vrouwenvoetbal. Ja. De voorbeelden die je denk ik net geeft, die zijn daar hele goede voorbeelden van. Ja, want zijn de speelsters echt, want dat lees je overal, als je vergelijkt met het WK 2015 en nu, in 2 jaar zoveel volwassener geworden, Iris. Geloof je daarin? Ja, nou, ik denk dat het zijn een aantal dingen. Het is inderdaad de nieuwe bondscoach. Het is de professionalisering, het in het buitenland voetballen. Het zijn allemaal dingen die al wel gaande waren, maar zich nu opeens uitbetalen. En dat is gewoon dat zie je nu. En dat is gewoon wel heel bijzonder dat zo snel is gegaan. Ja, of is het dan ook gewoon dat alles nu gewoon goed valt? Want er wordt gezocht naar een reden om dit te verklaren. Maar kan het ook gewoon zijn dat je in een bepaalde flow terechtkomt? Tuurlijk. Tuurlijk, je zit nu inderdaad, ik denk dat al een tijdje, misschien een half jaar lang of zo, in die flow. Ja, alles gaat goed en dat gaat ook nog wel even goed, dus ja. Ja, het zegt denk ik alles dat voor het toernooi vroeg ik als relatieve buitenstaander aan heel veel mensen van hoeveel kans maken we nou echt? En toen kreeg ik, was heel vaak de vraag die kreeg ik van weer een leuk antwoord of wil je een eerlijk antwoord? Ja, eigenlijk. Maar dat waren ook echt, echt mensen die hun sporen hebben verdiend in het vrouwenvoetbal en die er alles vanaf weten. Dus dat zegt alles hoe we op voorhand naar dit toernooi keken. Tuurlijk, het Nederlands voetbal heeft heel veel stappen gemaakt op die manier. En ja, er zit inderdaad ook een beetje flow bij en een beetje geluk. Ja. Toch? Dat is helemaal geen schande, toch? Vera Pauw had het wel voorspeld al trouwens. Ja. Maar ja, ik vind altijd met dat soort dingen. Ja, er zijn ook mensen die het, weet je, hebben gezegd dat Engeland heel ver zou komen. Ja. Of dat is mooi aan voorspellingen. Ja, kijk, als Vera dat al elke keer goed heeft, dan wordt ze het orakel. Ja, dan ben ik benieuwd in wat voor huis ze woont. Ja. Want dan zou ik er toch adviseren om een totetje af en toe in te gaan zetten, toch? Nee. Wat wel interessant is dat Danielle van der Donk werd gekozen tot Woman of the Match tegen Engeland. En daar was ze eigenlijk wel verbaasd over aan de ene kant. Want ze zei tegen ons, ik speel toch het hele toernooi al eigenlijk heel goed. En daar gingen we in gesprek over met Danielle. Ik vind eigenlijk, ik heb een redelijk goed toernooi gespeeld. Alleen dat je dan nu, als je een doelpunt maakt, dat je dan pas credits krijgt voor je toernooi een beetje. Oh nee, maar het ging mij juist niet om het doelpunt eigenlijk. Oh, het ging gewoon over het spel. Ja. Nou, fijn. Wat ik heel mooi vond, je was de leider. Je was absoluut de leider in hoe je de duels aanging, hoe je het spel dicteerde. En dat kwam er nu, denk ik, echt maximaal uit. Nou, dank je. Ja. Maar voelde het ook zo voor jou? Dat je er echt zo lekker in zat dat je het team mee kon nemen met de power en met het voetballende gedeelte? Ja, ik denk, misschien wel. Want de vorige wedstrijd was het natuurlijk eerst, je met links half, dat is toch net iets anders dan een 10. Als we nog een beetje zoeken en dan... Dan ben ik iets minder aan het praten dan dat ik normaal aan het doen ben, zoals nu. En nu dacht ik gewoon, ik voel me lekker, ik ga ervoor en het lukt. En dan ga ik ook meer praten en aansturen en een beetje vliegen. Beetje vliegen. Ik heb nooit eigenlijk een speler gehoord die zei, ik ga dan een beetje vliegen. Nou ja, wat ik zeg net over hoe zij met druk omgaan. Ze zegt gewoon, ik voel me lekker en ik ga ervoor. Ik vind dat heel knap als je dat kan zeggen. In zo'n wedstrijd, in zo'n groot stadion, met zoveel mensen die allemaal voor jou komen. Ja. Tenminste, voor hun allemaal natuurlijk. Maar niets dan complimenten. Ja. Want inderdaad, ik vond er in het begin was een beetje onzichtbaar. Nou, wat ze ook aangaf, ze stond eigenlijk in die voorgaande wedstrijden stond ze een beetje linkshalf. Ja. Nu ging ze echt als een team voetballen, waar ze zich heel fijn in voelt. Hè. Veel betrokken bij het spel, veel duel spelen. En blijkbaar dacht de UEFA, je speelt daar nu zo goed. Je bent woman of the match. Over jou, Jean-Paul, heb jij ook die eigenschap van Danielle van der Donk, dat je onder druk goed kan presteren? Nou, dat zou ik op mijn bescheiden niveau niet willen zeggen. Want de vrouw die naast jou zit... Laat ik het zo zeggen, ik heb onder druk en los van druk heb ik nooit zo hoog gepresteerd. Dus laten we dat niet... Eerlijk. Goud eerlijk, ja. Hoe was het bij jou met high kicks? Ja, ik had mezelf misschien toch wel een beetje druk opgelegd. Ook al wist ik dat ik inderdaad er niks van zou bakken. Maar ik geloof dat je aan de beurt bent geweest deze keer. Lekker bruggetje. Lekker bruggetje. Laten we even kijken hoe Jean-Paul Rizon het vandaag deed in high kicks. Comment ça va? Ça va très bien. Ja, ongelooflijk. Dit is wel weer een dingetje. Heel veel mailtjes heb ik gehad, vanuit het buitenland vooral. Ja. Wanneer komt Jean-Paul Rizon in high kicks? Ja, ze willen allemaal die magere hond een keer af zien gaan, hè, denk ik. Ik wil weten, hoeveel ga je halen?
Wanneer ben je tevreden? Voor meer dan 50 ben ik tevreden. Middenmootje. Is best goed hoor. Doe ik het voor. Meer dan Lars, denk ik, hè? Dat is wel een doel, ja. Absoluut. 15. Noem zoveel mogelijk buitenlandse speelsters. FC Buitenland, ja, dacht ik. Absoluut. Nou. Nieuw seizoen staat voor de deur. Precies. Maak nog even reclame. FC Buitenland, vanaf... Ja, ik weet niet welke datum. Volgens mij 13 augustus. 14 augustus. Renard. Bouhanni. Kachawi. Dili. Henri. Le Sommer. Le Bihan. Chamberlain. Bartley. Scott. Taylor. Aschauer. Garcia. Goh, shit. 32. 32. Is helemaal niet slecht voor de eerste poging. Maar is niet genoeg. Je namen? Top. Ja. Hou dat vast. Ja. Ik zag een Frank Wielaertje tussendoor. Ja, learned from the best, zeggen ze dan, hè? Dat absoluut. Nee. Renard. Bouhanni. Kachawi. Henri. Dili. Le Bihan. Abi. Taylor. Bartley, shit. 22. 22, doe het niet voor. Was niet best. Hey, die laatste poging. Ik wil gewoon dat je alles geeft. Renard. Le Bihan. Bouhanni. Kachawi. Dili. Diani. Le Sommer. Bartley. Chamberlain. Scott. Taylor. Newton. Kirby. Aschauer. Garcia. Hegeberg. Marossan. Mitak. Nou moet ik toch echt even na gaan denken aan speelsters. Even een Engelse. Ik kom er niet aan mijn uit, Oli. Een Belgische. Shit. Denk jezelf. Meer dan 50, sowieso. 70. Wat? 72. Nou, blijf in de tweede. Ja, ik vind dat netjes hoor. Ja. Ja, ik kwam op het laatst helemaal in de knoop met mijn speelsters. Ja, maar ik moet zeggen... Ja. Echt, je handicap tot nu toe het beste uitgevoerd. Gewoon, ze kwamen er overtuigend uit, die namen. Ja. Nu ging het aardig. Ik ben uiteindelijk toch wel tevreden. Als ik dit zo hoor, dan komt er gewoon ook een blokje FC Buitenland vrouwen aan dit jaar, of niet? Hoe moeiteloos die vrouwen eruit zagen. Het vrouwenvoetbal heeft ook bij mij heel erg aan populariteit gewonnen de afgelopen maanden. Dus gaat zeker volgen. Keurige achtste plek. Kan ik wel mee thuiskomen, toch? Je staat tussen Matthijs van der Beukel en Vivian Gomez Cardoso. Dat is in ieder geval een hele mond vol. Schitterend. Ja, prachtig. Als jij een handicap zou krijgen, hoeveel keer zou jij kunnen hoog houden, denk je? 20. 20. Is dit bewust de lat heel laag leggen? Nee. Ik ben niet meer... toen ik wat jonger was... Ben je niet meer de speelster die je was? Nee, toen ik 16 was, kon ik wel wat meer, wat langer hoog houden, ja. Maar hebben we daar alle vier toch last van, dat we vroeger veel beter waren? Ja, ik heb zonder camera echt getoverd met een bal, dat weet je. Ik ook, maar dat stond er dan net niet op film. Nee, ja, precies. Heel dan was Yannick net wat anders aan het doen. Ja. Altijd die Yannick, hè? Iris, jij was op vakantie de afgelopen 2 weken. Ja. In het zuiden van Nederland. Was daar oranje gek? In Nederland. Ja, ik ben expres ook in Nederland gebleven vanwege het EK. Heel weinig oranje gekte. Weinig. Heel weinig, ja. Ja. Ik zag geen straten met vlaggetjes of dat soort dingen. Nee, het was een beetje schadig, zeg maar. Okay, want wij zijn de afgelopen dagen op pad gegaan, op zoek naar die oranje gekte, samen met onze vrienden van Intersport. En vandaag kwamen we uit in Den Haag. Vandaag zijn we in Den Haag, het altijd gezellige Den Haag. En we mogen weer kaarten gaan weggeven namens Intersport. 2 stuks voor de finale Nederland tegen Denemarken. En ik ga kijken hier in Den Haag, leeft het een beetje qua oranje koorts. Ik ben benieuwd, ik heb er zin in. Let's go. Hebben jullie naar de oranje lawine gekeken? Ja. Ja? Jazeker. Welke wedstrijden? Ja, vorige wedstrijd sowieso. En we gaan sowieso de finale kijken. Ja. Jij dus ook. Ja. Hey, hoeveel gaat het worden morgen? 2-0. 2-3-0. Ze gaan winnen. Ja? Wat gaan jullie nou doen als wij Europese kampioen gaan worden? Weet ik niet. Ga je dan heel hard juichen? Ja. Ja? Ja. Jij ook? Ik ga feesten. Hoe diep zit jullie oranje gevoel? Oranje? Ja. Altijd al sowieso de mannen gekeken en ik heb de vrouwen ook altijd al gevolgd, sowieso op Facebook. En de wedstrijden soms ook gekeken, ja, dat is gewoon geweldig. Ik zit dus in de Intersport en zowaar hebben 2 kanjers onze Facebook oproep gezien, want ik zit hiernaast. Billy. En naast? Kaya. Oké, jullie kunnen zo meteen deze fantastische kaarten winnen. Ze zitten erin, niet dat je denkt hij maakt een grapje, maar daar moeten jullie wel iets voor doen. Ik geef jullie namelijk 2 minuten
om zoveel mogelijk mensen te verzamelen naar de Intersport. En als jullie al die mensen in de Intersport hebben gekregen, dan gaan we het Wilhelmus zingen op z'n allerhardst. 2 minuten gaan nu in! Vijf, vier, drie, twee, één. Pep, Wil. Heel erg goed. Ja, en dan ga ik jou een vraag stellen. Met wie ga je heen? Met mijn zus. Nou, lieve Leeuwinnen, ik hoop dat het een hele goede wedstrijd wordt. Dat jullie mogen winnen. En dat jullie natuurlijk de finale winnen. Ja, gewoon veel succes. En jullie winnen sowieso. Mooi. Het was echt, we waren echt in Den Haag. Als je nou denkt, nee. Maar ja, Raoul weet er wel wat van wat te maken, hè? Van die gekte rondom die fans. Ja, weet je wat het is? Ze vertellen mij ook nooit wat, anders was ik ook gegaan. Jij wil ook nog kaarten, hè? Ja. Heb jij al iemand om mee te gaan morgen, Marjolein? Heb je nog een kaartje ik over? Ik heb nog wel een kaartje over misschien. Ja, oh, gezellig dat samen. Dat je wel op de perstribune zitten. Weet je wat je ook gewoon... Dat doe ik me niet thuis. Dat is wel heel hoog ook. Je kan ook gewoon naar intersport.nl/vrouwenvoetbal-fans. Dan kan je een formulier invullen. En dan maak je nog steeds kans op 2 kaarten voor de finale. En anders, als je niet die kaarten wint, maak je kans op zo'n kek haarbandje. Ik zag er een paar voorbij komen in het filmpje. Nou, dat zou jou ook wel staan, denk ik, Jean-Paul, toch? Ja, vroeger had ik lang haar. Voelde ik altijd met een haarbandje. Maar nu is het een beetje overdreven, denk ik. Maar jij, Marjolein, voel je met je haarbandje? Ik voel altijd met een haarbandje. Jij? Ja, diadeem. Diadeem? Ik weet niet of we die ook hebben, maar anders ga ik er een voor je regelen. Laten we doorgaan met de quiz. Ja, voor de hoeveelste keer neemt tegenstander Denemarken deel aan een EK? Iris? 9. Ja, ding, 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 dat is goed. Wauw. Ja. Wat goed, zeg. Zak je applausband maar in, jongens. Ja. Hoe weet je dat? Gokje. Kan je eerlijk zijn? Nee. Of heb je het net opgelezen? Ik heb het volgens mij ergens gelezen. Heel goed. Goed dat je zo eerlijk bent. Kijken wie het fantastische Leona-shirt heeft gewonnen. En dat is Keijenat geworden. Gefeliciteerd. Oh, Keija is het trouwens. Jij wint dit fantastische Leona-shirt. Gefeliciteerd. Komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dan de vraag van vandaag. En dat is een hele lange. De halve finale in de Grolsvesten vestigde een record met betrekking tot toeschouwers op een EK. Maar welk stadion bezit het clubrecord qua bezoekers bij een vrouwenwedstrijd? Oeh. Ja, dat is in Amerika, een stadion. Die hint ga je alvast geven. Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Jean-Paul? Ik wou zeggen Cardiff, maar dat is niet heel erg Amerika. Maar dat was de Champions League dit seizoen van Lyon tegen Paris Saint-Germain. Ja. Dus. Marjolein ook nog? Dit is wel leuk hoor, want het gaat nu van Amerika naar Wales. En dan heb jij... Ik was daar gebleven ook. Oh, oké. Okay. 2 keer Wales, 1 keer Amerika. Het is logisch dat... Om een of andere reden heb ik veel meer vertrouwen in Iris. Ja, dat is wie je wil geloven. Hashtag EKDaily. En dan maak je nog steeds kans op dit fantastisch prachtige, uitmuntende Leona-shirt. En dat komt dan zo snel mogelijk jouw kant op. Ja, Nederland-Denemarken. Is het nou een voordeel of een nadeel dat we al tegen de Denen hebben gespeeld, Iris? Ik denk dat het toch een voordeel is. Ik bedoel, we hebben al een keer nu tegen die Trulsgaard gestaan, tegen die Harder. We weten een beetje hoe ze spelen. Maar ja, Denemarken is ook in het toernooi heel erg gegroeid. Dus ja, ze zullen ook weer anders spelen. Maar ik denk toch dat het een voordeel is, uiteindelijk. Voordeel is. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de bekendste Snapchatter van Nederland daar vindt. Jo Buit is, net zoals Jean-Paul Hirizon, enorm in het vrouwenvoetbal gekropen. En komt elke dag met een vraag over het vrouwenvoetbal. Oranje bovenaan. Oh hey, sorry. Hey, leuk dat jullie kijken. Fake kicks, EKDaily. Oh, mijn haar zit slecht. Eventjes goed doen. Hey, ik heb een vraagje voor jullie. Morgen treden we aan tegen de Denen in Enschede. We hebben ze natuurlijk al ontmoet. 1-0 gewonnen in de poolfase. Maar is dat nou voor onze Leeuwinnen een voordeel of een nadeel? Of is het gewoon een hele slechte vraag, dit van mij? Mogen jullie ook gerust tegen me zeggen? Ik hoor het wel. Ik heb er tenminste zin in. En ik denk dat we gaan winnen. Wat een fantastische vraag. Ja, lang over nagedacht. Vraag, inderdaad, ja. Nou, mogen jullie met z'n tweeën gaan antwoorden, die vraag van Joop? Jij eerst. Of het een voordeel is of niet? Ja, ik denk dus eigenlijk dat de finale weer een wedstrijd op zich is. Dus
Net zo'n cliché. Ik ben zijn vraag kwijt. Was het nou een voordeel dat wij thuis spelen in Nederland? Nee, dat je ze weer treft, zeg maar. Ja, nee, ik denk dus dat... Nee. Ik weet niet of dat een voordeel is. Wat denk jij? Ik denk van niet. Ik denk ook van niet. Nee? Ja, mijn gedachte gaat heel snel terug naar, zeg maar, opa vertelt, waar ik er zelf ook niet eens bij was, maar de EK 1988. Toen verloor Nederland eerst in de eerste wedstrijd van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie? Dames en heren, google het even als je onder de 20 bent wat de Sovjet-Unie is. Dat is Rusland heel lang geleden. En daarna wonnen we in de finale daarvan. En laten we hopen dat het geen voorbode is. Maar ik denk dat... Want uiteindelijk heeft Nederland gewonnen. Dus ja. Denemarken heeft meer sleutelpuntjes. En dus die kunnen zich daarop verbeteren. Toch het thuisvoordeel? Dat overstijgt alles uiteraard. Maar ik denk wel echt dat het een beetje een nadeel is dat je ze al een keer tegen bent gekomen. Ja, want over dat thuisvoordeel gesproken. We vroegen het aan de Oranje Leeuwinnen. Ja... Hoe is dat om steeds voor zoveel uitmuntende Oranje-fans te spelen? Ja, weer zo. Ja, nee, ik vind het heerlijk. En het geeft ons echt super veel energie. En ja, het is echt geweldig. Het zijn gewoon onze 12e man op het veld, zeg maar. Ja, ik vind het echt geweldig. Ja, kijk, het is natuurlijk al een compleet gekkenhuis. En wij blijven ons verbazen over alles wat er loskomt, zeg maar. En ja, we proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden. En zo goed mogelijk rustig om ons heen te kijken. En ja, gewoon maar... alles te laten bezinken, zeg maar. Maar ja, het is gewoon echt wel fantastisch wat er allemaal gebeurt. Maar dit is natuurlijk wel mooi van Sari van Veendal. Die zegt ook, ik moet me focussen op het veld. Maar dit is allemaal nieuw voor die Oranje Leeuwinnen. Die zitten ondertussen gewoon ook te kijken, wat gebeurt hier? Ja, maar en precies daarom. En kijk hoe ze ermee omgaan. Dat is toch waanzinnig. Zo goed, ja. Het enige waar ik een beetje bang van ben, is die wedstrijd. Die eerste wedstrijd tegen de Denen. Wij scoorden natuurlijk uit een penalty, maar daarna was het eigenlijk alleen maar Denemarken, toch? Ja, het is toernooivoetbal, hè? Dus wij moesten ook even inkomen. Wij zijn ook gegroeid. Wij zijn ook gegroeid, ja. Zeker. Ja. Waarin zie je dat we gegroeid zijn? Meer de rust in het spel die in ieder geval de laatste wedstrijd goed bewaard werd, vond ik. En wat ik tegen Denemarken zag, is dat ze spelen heel fysiek natuurlijk, hè? Maar, wel een voordeeltje, zij hebben 120 minuten in de benen. Dus... Ja, maakt dat uit, denk je? Ja. Dat denk ik wel. Vooral met het spel. Twee dagen rust tussen? Ja, zeker. Ja, dat ga je merken, hoor. Na een week niet meer. Maar met 3-4 dagen ertussen is dat echt... Met het spel dat zij spelen, ik denk dat Nederland in dat opzicht misschien meer daar voordeel aan heeft dan aan iets anders. En het enige, ja, we scoorden alleen uit een penalty in die wedstrijd. Waar we voor de rest lukt het ons gewoon niet in die wedstrijd. Voor mij hebben we ook niet heel veel kansen gehad toen. Nee, in vergelijking met andere wedstrijden zeker niet, nee. Het was de rust van Sherida Spitsen, tegenwoordig de aanvoerder, sinds Manny van den Berg op de bank zit. En ja, als je penalty scoort, dan mag je langskomen bij Raoul voor 11 vragen aan. Nou, ook maar af. Als we Europees kampioen worden, dan... gaan we feesten! Ben jij dan te boeken als DJ? Ja hoor, kom maar door. Ja? Dan haal ik ze er wel op. Beschrijf jezelf in maximaal 2 zinnen wat voor type speelster jij bent. Leider, goede trap, veel in de coaching. De Efteling of Ponypark Slagharen? Ponypark Slagharen. Ja, je begint erbij te lachen. Waarom Ponypark Slagharen? Ja, dat lijkt me gewoon leuker. Als je jezelf moest vergelijken met een toetje, welk toetje zou je kiezen? Met een toetje. Een luchtig toetje. Een luchtig toetje? Ja, heerlijk. Ja. Als jij de bal op de stip legt, dan... Schiet ik hem erin. Dan schiet je hem erin. Is een zekerheidje, hè? Ja. Tot nu toe. Tot nu toe wel, hè? Mijn levensmotto is... Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Lekker. Dus je lacht veel, hè? Ja, maar zo ben ik ook wel. Koffie of thee? Thee, alsjeblieft. Thee, ja. Ja, gelijk goed, hoor. Ja? Welke smaak? Groene. Groene. Ja. De beste DJ ter wereld is... Sherida Spitsen. Als je 1 maaltijd voor de rest van je leven mocht eten, welke maaltijd zou dat zijn? Doe nou maar een kapsalon. Doe dan maar een kapsalon. Welke Oranje Leeuwin heeft de grappigste lach? Danielle van der Donk. Ja? Is dat zo'n klein lachje? Ja, die hoor je overal wel over uit. Ja? Maak maar af. Lieve Serena, als je mij blijft opstellen, dan... gaan we er heel wat moois van maken. Van een held in. Toch? Ja, geweldig. Wat een verschrikkelijk aanstekelijke lach ook. Ja. Fantastisch. Zij kiest zichzelf wel als leukste lach van Oranje Leeuwin. Maar gewoon zeggen kapsalon, beste DJ ter wereld, Sherida Spitsen. Ja, superleuk. Wat ik heel mooi vind van haar is dat zij oogt zo serieus op het veld. Hè? Heel anders in real life, tenminste heb ik me laten vertellen dan. Ja. Superleuk toch? Ja, is het gek om te zeggen dat we... Ja, het is natuurlijk wel een cliché, maar dat we van dit tijdens dit toernooi gewoon van alle 23 zijn gaan houden.
Of is dat overdreven? Nee, het klopt wel, denk ik. En het mooie is ook dat je bij elke wedstrijd van Oranje staan er eigenlijk weer andere speelsters op. Zeker. Van wie het publiek gaat houden, ja. Dus dat is wel echt... Het is niet één ster of zo. Van wie ben jij het meeste gaan houden? Ja, nu na de laatste wedstrijd ben ik Daniëlle van der Donk fan. Ja. Was je nog niet? Ja, ik was het wel. Ik vond haar al heel goed. Maar nu zag ik hoe knap zij elke keer weer de randjes van het betamelijke, zeg maar, opzoekt. Mooi, en dat heel goed doet. Ja, dat is een geweldig. We hadden hier gisteren Kai Sierhuis dan, profvoetballer bij Ajax. En die zei, dat vind ik zo stoer. Ja, ook. Daar hou ik slim echt van. Ja. Ja. Jij zat al toch in die fangroep. Jij hebt hem aangemaakt voor mij, toch? Van de Donk. Nee, maar ik ben wel fan van Daniëlle van de Donk. Zeker, ja. Dat is echt een speelster naar mijn hart. Maar ik denk bovenal dat het een toernooi is. Want inderdaad, de mensen die wat meer in het voetbal zitten, zoals de dames hier en andere gasten die we hier hebben gehad. Je moet niet vergeten dat gewoon voor heel Nederland is dit gewoon een kennismaking geweest met superleuke meiden die gewoon in het vrouwenvoetbal gewoon een heel leuk niveau halen en nu opgaan voor een prachtige prijs. En 2 weken terug kende niemand ze. En nu, als Jackie Groene of Viviane Miedema of Sari Venendaal door de stad lopen, worden ze herkend, mensen. Dus ik denk dat dit vooral een toernooi is en dat jij zegt ervan gaan houden, zeker, maar überhaupt leren kennen. En dat vind ik superleuk dat het zo'n ontwikkeling heeft doorgemaakt de afgelopen 3 weken. Ja, en hoe nu verder? Want eigenlijk de namen die je net opnoemt, die denk ik, worden Europees kampioen. Die zullen denk ik nog 6 dagen feesten in alle steden, alle feesten afgaan. Ja. En die vliegen weer uit naar hun clubs in Europa. Dat is altijd het gevaar. Hoe dan verder met het vrouwenvoetbal hier in Nederland? Wat moet de KNVB gaan doen, Marjolein? Ja, meer gaan investeren. Nog meer. En vooral ook... het is zo vaak gezegd, meer in de breedte sport natuurlijk ook gaan denken. Ja. Bij de jonge meiden beginnen. En daar je echt meer op de talenten gaan focussen. Ja. Nou, dat is de toekomst. Kijk, tuurlijk inderdaad. Die meiden vliegen nu weer uit naar hun topclubs. En het heeft dus niet direct invloed op de Eredivisie bijvoorbeeld. Ja. Maar dit is natuurlijk toch wel, of tenminste, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dit is toch waar elk meisje wat klein is en begint met voetballen toch van droomt. Je hebt nu echt die voorbeelden die zij nu ook hebben, zeg maar, in het vrouwenvoetbal. En ze zien dat het kan in Nederland. Dat is toch het mooiste wat er is. Dus ik denk dat de KNVB inderdaad op de breedte sport heel erg moet inzetten. Maar ook gewoon in goede begeleiding van meiden die duidelijk er wat bovenuit steken. En zorgen dat wij in Nederland, zoals we vroeger in het mannenvoetbal ook deden met opleiding, dat we daar gewoon weer toonaangevend in worden. Ja. Wat ons nu in het mannenvoetbal niet meer lukt, laten we dat dan in het vrouwenvoetbal doen. Wat vind jij hier dus? Waar moet het geld naartoe gaan? Het staat buiten kijf dat de KNVB geld in het vrouwenvoetbal moet pompen? Het allerbelangrijkste is om het vrouwenvoetbal te zorgen dat het niet langer onder het amateurvoetbal valt, maar dat het gewoon een bond op zich wordt. En ja, dat je gewoon aan de KNVB? Wel van de KNVB, maar wel echt een ja, precies. Dus aan de directietafel van de KNVB, dat je daar gewoon iemand hebt die de vrouwen vertegenwoordigt, dus die de belangen behartigt. En niet zoals nu, dat er niemand zit voor de vrouwen. Dat kan gewoon, zeker na dit EK, dat kan niet langer. Nee. Want een van de punten die genoemd werden over dit succes, is de start van de Eredivisie. Terecht, want iedereen is daar bijna begonnen met voetballen, die nu in dit team zit. Alleen tegenwoordig, ja, de grote namen spelen er niet meer. Ik denk dat ook wel absoluut toch directe aandacht verdient. Hoe gaan we de Eredivisie aantrekkelijk maken voor goede voetbalsters? En hoe gaan we het verder brengen, het niveau? Ik denk dat het een zienswijze is. Want je kan zeggen, de grote sterren spelen niet meer in de Eredivisie. Maar dat is toch een compliment. Vanuit de Eredivisie zijn al die meiden doorgegroeid naar een mooie club internationaal. Kijk, je moet ergens beginnen. En ik vind het al moedig. En tuurlijk, er hadden veel meer clubs aan moeten haken. Maar uiteindelijk, er is een start gekomen. Het is doorgedrukt. En ja, dat het dan in het begin niet het meest interessante en de meeste aandacht. Ja, soms heb je zo'n tikkie nodig als dit. Maar moet de KNVB gewoon niet terug naar het model waar ze ooit de Eredivisie mee gestart zijn? Met het subsidie geven aan clubs die instapten. Die kregen 3 jaar lang een bepaald bedrag om een vrouwentak op te zetten. Dat ze nu zeggen, ja, wij vinden het net zo belangrijk. Bijvoorbeeld net zoals in Engeland. Hè, daar hebben ze voor mij meer dan 20 miljoen pond erin gestoken in het vrouwenvoetbal elk jaar. Dat een punt is dat bijvoorbeeld clubs die op dit moment die denken, oh ja, moet ik nog een rechtsback halen, een tweede rechtsback, of een vrouwenvoetbalafdeling opstarten, die denken, doe mij maar die tweede rechtsback. Nou ja, ik denk dat het goed zou zijn als in de licentievoorwaarden van een club wordt opgenomen dat er gewoon een vrouwentak komt, zodat ook PSV, Feyenoord, dat die gewoon ook gaan instappen. Ja. Want nu, daarom hebben we ook zo'n belabberde competitie in Nederland, omdat gewoon dat soort clubs niet meedoen. Wat denk je, Marjolein? Ja, ik vind het een beetje lastig.
vraag me af, als je dat nu direct gaat doen, die clubs zullen niet meteen ook gaan instromen. Komt dat het niveau van de Eredivisie ook ten goede? Als je dit nu zo snel gaat brengen. Nou ja, kijk, nu is het zo dat omdat er 6 tot 8 clubs of zo geloof ik meedoen. Mm-hmm. Kan je niet een hele grote competitie hebben. Ze moeten gewoon meer clubs meedoen. Ja. En dan dat gewoon het niveau ook omhoog gaat. Ja, maar je ziet het bijvoorbeeld. Sorry hoor. Dat Excelsior Barendrecht dat stapt nu in. En dat haalt eigenlijk speelsters voornamelijk uit van Barendrecht er vandaan. Dan denk je, ja. Dat staat een beetje in schil contrast met dat Ajax. Je moet het niet zo snel gaan pushen nu, denk ik. Ja, het zou mooi zijn als het ook nu, want dat is toch vaak de drijfveer voor clubs om het niet te doen. Dat het commercieel in ieder geval nooit interessant was voor clubs om mee te doen. En dat het, los van dat het heel sympathiek is, dat het weinig opleverde. Nou ja, misschien is dit toernooi dan een mooi moment. Je kan dat niet zo plannen, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat er nu bedrijven zijn. Tenminste, het bedrijfsleven is nu veel happiger om geld te investeren. Dat merk je aan alles. Ja. Dat merken wij ook dagelijks. Ja. Om geld te investeren in het... Kom maar binnen, hoor. Ze staan hier met rijen voor de deur. Schepen vol met geld voor de deur. Ze zijn toch wel een vrouwenvoetbalprogramma. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Weet je wat? Er kijkt 3 miljoen mensen naar wedstrijden van het Nederlands elftal. En die ga je met de Eredivisie niet eens erin krijgen. En waarschijnlijk aan het eind ook niet. Maar het is wel een basis. Er is dus duidelijk markt voor het vrouwenvoetbal. Nou, bijvoorbeeld een Intersport, maar ook een Toto. Ja. Want dankzij Toto konden we dus elke dag het grote Toto voor spelspel spelen. En vandaag, ja, het is werkelijk waar. Ga ervoor zitten. Pak nog even wat extra te drinken. Want ja, deze aflevering van het grote Toto voor spelspel is om te smullen. Mijn naam is Jean-Paul Rison en ik denk dat Nederland gaat winnen en Europees kampioen wordt. Dus een 1. Was prima, toch? Die was prima, toch? Ik denk dat deze prima was om voor mij het zo het toernooi af te sluiten. Stop op je hoogtepunt. Ik denk dat Nederland het EK gaat winnen, dus ik ga mikken op de 1. Dan ga ik net zo goed doen als Jean-Paul. Hopelijk in 1 keer. Nee. Spel en dan halen we dus nu die van Jean-Paul erop en dan winnen we gewoon op Pingels. Nederland gaat winnen met 2-1 van de Denen. Kut. Kut. Nee. Helaas ben ik misgeschoten, maar dat betekent niet. De Nederlandse dames gaan sowieso winnen. De ouderwetse punt. Ja, ik dacht dat dan gaat hij misschien. Veel op straat gevoetbald? Ja. Ja, dat verklaart de punt. Ja. Heel goed. Beste tactiek. Nou, kijk, uiteindelijk, ja. Ik had het ook heel raar gevonden als iemand zegt, nou, ik zet morgen mijn tototje toch maar even op een Denemarken. Nee, maar ja, kijk, ik heb Nederland gezegd, ik heb het laten zien, toch? Oh, helemaal goed komen. Wat wil je nou? Ja, heel goed gedaan. Je hebt het heel goed gedaan. Dankjewel. Ja, als jullie het niet zeggen, dan zeg ik het zelf wel natuurlijk. We krijgen heel veel reacties over dit shirt. En we hebben natuurlijk aangegeven dat we ze weg gaan geven. We gaan er 2 weggeven. Dus als Iris er ook even eentje. Die zit naast je. Nee, je hoeft je eigen shirt niet uit. Ja, shirt uit en zwaaien. Dus we gaan er 2 weggeven. Eentje, dat kan je straks doen, als deze uitzending is afgelopen, kan je onder deze video een bericht achterlaten. Je moet je eerst abonneren op het kanaal en dan even in de comments laten weten waarom jij het shirt wil hebben van Niemand Buitenspel. En de ander gaan we via social media weggeven. Over social media gesproken. Het andere shirt, ik weet niet of de camera kijkt, deze van Anouk Hoogendijk, gaat al heel hard. We geven de mensen die nu zitten te kijken ook nog een keer een kans. Dat is een bericht dat we eerder deze week op alle social media hebben gedeeld. Deel dat nog een keer met al je volgers. En dan maken we het morgen bekend. En over morgen gesproken, morgen is ook een wedstrijd, hè? Ja, Nederland-Denemarken. Niet verder vertellen. Stijf uitverkocht. We hebben nog 2 kaarten. Wel leuk. Morgen, die wil jij weg gaan geven? Nee, ik wil ze hebben. Dat was het allemaal. Maar ik mag niet meedoen. Dat is een beetje het nare. Wij gaan ze morgen weggeven, namelijk in Hengelo bij de Intersport. En dat doen we vanaf een uurtje of 12. Dus woon je in de buurt of woon je niet in de buurt? Nou, het is nu bijna 9:15. Dus je kan er overnachten op straat of ervoor gaan liggen. Ik weet niet, dit is dat kan je niet zeggen tegen mensen. Laten we hier morgen niet aan om 12 beginnen, uur bij Hengelo bij de Intersport gaan we de laatste 2 kaarten weggeven. En
Oh, we zijn net verplaatst, hoorde ik. Dus als je nu onderweg was naar Hengelo, Je moet naar Enschede, naar de fanzone. Daar gaan we ze morgen weggeven. Daar ben je toch, als je een beetje een leuk feestje wil hebben en je kan niet naar het stadion, maak je gewoon nog kans op 2 fantastische kaarten voor de finale. Morgen om 5:00 Nederland-Denemarken. Ga je er morgen heen? Nou, ik weet nu in ieder geval waar ik moet zijn als ik 2 kaarten inderdaad wil hebben. Maar ik ga ze sowieso niet krijgen. Ja, dus, ik heb je uitgenodigd. Ja, ik heb er meerdere nodig helaas. Ik zou Dat is goed. Hey, maar leuk trouwens dat jullie zoveel dingen weggeven. Ja? Ik heb namelijk ook nog iets om aan jou te geven. Spannend. Aan mij of cadeautje? Nee, aan jou nieuw. Okay. Ik heb je namelijk een tijdje geleden gesproken. En toen weigerde je om ook maar iets oranjes aan te doen. En zelfs, dit telt niet. Zelfs tijdens de finale zei ik trek geen oranje shirt aan. Dat kan gewoon niet. Dus ik denk, ik neem iets kleins mee. Zodat je toch de Leeuwinnen morgen kan steunen. Ik ben heel benieuwd. Ja? Kan ik dit op tv uitpakken? Op internet? Ja, op internet kan alles. Het is nogal safe voor work en zo. Leuk ingepakt. Of zoals Jacques Groen zou zeggen, heb je dit helemaal zelf ingepakt? Ja, ik heb het niet zelf ingepakt, nee. Ah, ja. Dit vind ik wel leuk. Kijken. Zie je, het is heel subtiel. Nice. Ja, sorry. Een speltje. Ja, die moet kunnen. Trek me close, klasse, Janiek. Mooi, prachtig. Oké, nou. Zal ik hem opdoen morgen? Maar als we dan verliezen, heeft het hiermee te maken. Nee, maar een leeuw brengt nooit ongeluk. Nee. Echt, dat geloof ik. Een leeuwin is het in dit geval. Het is een leeuwin, hè? Dankjewel, Marjolein. Alsjeblieft. Dank voor je komst, Jean-Paul. Dankjewel. Succes met de trein zometeen naar Enschede. Ja, precies. Jean-Paul zoekt nog een slaapplek in Enschede. Laat het ook maar weten in de comments. Iris, dankjewel. Wij verwachten, er komen heel veel reacties binnen. Oké. Morgen een foto van je in je outfit. Zeker. Ja? Met pruik, ja. Goed, jullie bedankt. Dit was de ene laatste EK Daily. Als je goed hebt opgelet, we gaan gigantisch veel dingen weggeven. Weet je niet wat we precies weg gaan geven? Volg dan de social media, daar komt het allemaal nog een keer te staan. En morgen zijn we nog één keer om 4:00 met de allerlaatste EK Daily.